Bureau zitten is echt niet voor mij. Ik ben zo meer, hoe zeg je dat, actiever bezig, zo iets met de handen bezig. In deze richting kan ik theorie leren en daarna als ik in de praktijk kom, kan ik ze ook direct toepassen. Elke tiener heeft zijn eigen talenten. Jason en Kalen kozen in samenspraak met hun ouders voor een studierichting met veel praktijk. Zoals hier in het Technisch Instituut Heilig Hart. Ouders moeten in eerste plaats rekening houden met de interessegebieden van hun kinderen. En daarnaast die interessegebieden koppelen aan de talenten en de mogelijkheden van hun kinderen. Na een doordachte keuze kan je je tiener nu al inschrijven in het secundair onderwijs. Voor de kleuterschool, hè jongen? Ja, hè, kleuterklasje. Ouders van kleuters moeten nog even wachten. Vanaf volgende week maandag kunnen alle kindjes geboren in 2011 ingeschreven worden. Ook als ze pas na de krokus of paasvakantie instappen. 18 maart gaan de schooldeuren gewoon open en kunnen ouders zich aanmelden. Als ze graag een afspraak willen maken, vanaf 18 maart, dat kan ook. Maar ze kunnen op 18 maart ook wel naar de school komen. Er geldt wel een speciale voorrangsperiode. Gaat er al een broertje of zusje naar dezelfde school, dan kan je je kind deze week nog inschrijven. Maak dus snel een afspraak en vergeet zeker de CIS-kaart of identiteitskaart van je kind niet. En dan verwachten wij u, hè? In het klasje bij de nieuwe juf, hè? Wil je meer weten over de schoolinschrijvingen in Hasselt? Kijk dan op hasselt.be of inschrijvingsrecht.be.